Maruska Metz, bekend van televisieprogramma Heel Holland Bakt, gaf zaterdag een kookdemo bij Kook in Boijmeveer. Zangkanters konden in detail horen hoe dit baktalent te werk gaat. Dat je moet proberen te snappen wat je doet. En dat is eigenlijk het belangrijkste met koken. Dat het niet is toveren van, er staat iets in het recept en ik doe het en oh, het mislukt. Nee, je moet kijken wat je staat te doen en proberen te begrijpen wat je staat te doen. Onze reporter Bert van Galen sprak haar over het ontstaan van haar kookboek en het bijzondere daaraan. Maruska, we staan hier in Boijmeveer in een prachtige kookwinkel. Ja. Veel belangstelling. Jouw nieuwe boek. Ja. Wat is daar voor bijzonders aan? Nou, mijn boek, Hoe dan? Dat heb ik ooit geschreven voor mijn kinderen. Toen ik begreep het huis uitgaan, dat doen alle kinderen op een gegeven moment, dacht ik van nou, ik ga eigenlijk alle recepten opschrijven die ik gedurende mijn hele leven heb verzameld. En daar heb ik een soort boek van gemaakt met een ringband erdoorheen. En dat heb ik aan mijn zoon gegeven, het cadeau gegeven toen hij zijn eindexamen had gedaan, op kamers ging wonen. En toen ben ik er toch aan door blijven werken nog. En op een gegeven moment zei mijn dochter, je moet het gewoon echt helemaal zelf gaan uitgeven, mam. En toen heb ik er een versie van gemaakt met haar samen, helemaal in InDesign. En toen uiteindelijk ben ik uitgevers tegengekomen, die hebben mijn zelf uitgegeven boek gezien en hebben gezegd, dat willen wij nog een keertje uitgeven, maar dan echt serieus. En dan, of serieus, anders, mooier nog. En toen zijn we begonnen met het boek weer helemaal opnieuw te maken. Toen hebben we iets heel bijzonders aan toegevoegd, namelijk QR-codes. Dus je hebt bij de recepten staat overal een QR-codetje onder en dan kan je met je mobiele telefoon kan je dat scannen. Dan doe je je camera richtje erop en dan komt er zo'n balkje. En dan tik je erop en dan word je naar YouTube geleid. En dan zie je een filmpje en heb je een extra recept om maar even aan te geven. Dus daar bijvoorbeeld een heel leuk recept van een limoncello cake in en leg ik in de QR-code uit hoe je limoncello maakt. Jij bent in korte tijd heel beroemd geworden, 4 miljoen kijkers. Ja. Wat ik zelf altijd zo bijzonder vind, jij vertelt eigenlijk altijd dat iedereen kan koken. Ja. Ook mensen die nu zeggen van ik kan hooguit een eitje koken en ja, dat was het. Hoe komt dat, dat iedereen kan koken in deze tijd? Ja, dat is eigenlijk niet waar. Want heel veel mensen die kunnen niet meer koken. Dat wil zeggen, ze hebben het niet geleerd van hun moeder. Er is een soort generatie nu die eigenlijk een soort gat heeft. Omdat moeders of grootmoeders inmiddels ook al natuurlijk zijn gaan werken. Ik bedoel, ik ben ook een werkende moeder. En die hebben eigenlijk zijn gewoon halffabrikaten gaan kopen. En de industrie heeft die mensen wijsgemaakt van nou, je hoeft niet meer zelf te koken. Je kan gewoon een maaltijd in de magnetron zetten enzovoort. Nou, dat is natuurlijk zonde, want zelf koken is natuurlijk lekkerder. Het is leuker, want koken is gewoon ongelooflijk leuk. Iedereen kan het in principe, alleen je moet wel leren hoe natuurlijk. En als je van huis uit niet hebt geleerd hoe je een aardappel moet koken, dan moet je dat gewoon weer leren. En dan begin je gewoon met iets maken en dan krijg je daar gewoon vanzelf natuurlijk de smaak te pakken, letterlijk en figuurlijk. En dan denk je van, hé, dit is heel lekker en mijn omgeving vindt het ook te gek. Ja, ik vind altijd, wat is er leuker dan koken voor familie en vrienden en ja, gezellig aan tafel zitten. En nou vind ik bijvoorbeeld dat hij iets te nat is. En dan doe ik er gewoon nog een beetje meel bij. Totaal geen probleem. Mensen koken gewoon heel graag. Dat zien we ook in de winkel. Maar dat wordt met name ook, komt dat door alle kookprogramma's die nu op de televisie zijn. Masterchef, Yvette van Boven natuurlijk, Heel Holland Bakt. Nou ja, er zijn zoveel kookprogramma's. En wij horen natuurlijk ook regelmatig van mensen dat ze graag naar die programma's kijken. Er zijn mooie tijdschriften, hele mooie kookboeken. Dus mensen zijn gewoon ook heel erg geïnteresseerd in koken. Nou is het leuke voor jou, jij bent van oorsprong beeldend kunstenaar. En dat je op een gegeven moment dan als kok bekend wordt. En het valt natuurlijk heel goed met elkaar te combineren. Ja, er zijn heel veel kunstenaars die goed kunnen koken. Want eigenlijk is koken ook heel creatief. Bijvoorbeeld, ik zou het ook bijvoorbeeld waanzinnig leuk vinden om gewoon 10 ingrediënten te krijgen en dan proberen er iets lekkers van te maken. Dat prikkelt je fantasie. Dus creativiteit in de keuken is een voordeel. Wat doet het met iemand als je op een gegeven moment bekend bent? Want merk je dat mensen jou toch anders benaderen dan vroeger? Of? Nou, het is eigenlijk best heel leuk. Mensen komen heel spontaan naar je toe en zeggen van nou, ik vond het zo leuk om naar je te kijken. En ja, je hebt natuurlijk ook grote voorbeelden aan bekend zijn. Want je kan gewoon, kijk, ergens diep in mijn hart ben ik toch een soort lerares, zal ik maar zeggen. Ik vind het heel leuk om mensen iets te leren. Of als mensen ergens overheen komen en het dan gaan proberen, dan krijg ik weer een kick van. Gewoon van, ga die keuken in, doe het, probeer het. En een mislukking is ook niet erg. Ik heb ook 100.000 mislukkingen in mijn koken gehad. Maar daar leer je gewoon ontzettend veel van. En dan moet je niet stoppen. Je moet doorgaan. Nou ja, kijk, je blijft eten en drinken. Dus dat je zal wel moeten. Ja, zo simpel. Ja, precies.
Maruska liet de bezoekers genieten van haar kookkunsten en die lieten die kans natuurlijk niet voorbij gaan. Nou, ik zou er ook maar een stukje nemen voordat het op is. Oké, ik zet hem hier neer, niet vechten.